Schat, ik heb alles al gezien en gun jou ook hetzelfde. Want als ik val misschien, dan ben je daar om mij te helpen. Miriam is boos omdat wij geen foto's kunnen maken omdat er te veel wind is. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat is niet mijn schuld. Jij met al die kutwind. Kijk, je ziet er prachtig uit. Mijn haar vliegt weg. En dan krijg ik zo'n dikke kop. Want al mijn haar gaat zo. Nou, in ieder geval. Wij proberen net foto's te maken. Heel illegaal op dat EHBO plekje. Daar waar niemand mag komen. Maar dat doen wij wel. Maar het is niet gelukt. Maar we zijn nog steeds op een missie om foto's te nemen. Terwijl we eigenlijk al mogen eten. Fatsoenlijke. Maar foto's zijn belangrijker dan je maagvullen. Helemaal niet. Toch? Helemaal niet. Kom, we gaan naar die brug dan. Nee, ik wil niet naar die brug dan met de wind. Dan gaan wij geen foto's meer nemen. Gaan we op die quad zitten. Nou jongens, het is weer spits. Het is weer spits tijdens het eten. Er is weer ongelooflijk veel eten. Lekker. En ik ga jullie straks laten zien wat ze allemaal hebben. Heb je honger? Wat ga je nemen dan? Even kijken wat allemaal is. Ach, dat. Kijk eens jongens, dit ziet er toch goed uit. Wacht, laat mijn bord zien. Wauw. En besef die vis even. Maar los van die vis, besef die rij even. Get out of the hotel. Voor de eerste keer? Eerste keer trouwens, ja. Het is de eerste keer dat wij uit het hotel gaan. Wij gaan... City! The city of Marmaris. We gaan het jullie laten zien hoe het hier uitziet. We gaan jullie laten zien hoe de stad eruit ziet. De mensen, wat ze allemaal verkopen. Dit is trouwens onze eerste keer in Marmaris. Ja. Dus we hebben geen flauw idee. Hoe ervaar jij het tot nu toe? Ik heb niks gezien behalve het hotel, dus ik kan niet echt waar. Iets zeggen. Dat is waar. Het hotel is dope. Dat is, het dope. Hotel is heel groot. Fucking groot. Het is groot gewoon. Het is denk ik het grootste hotel waar wij tot nu toe in hebben gezeten. Ja, echt het grootste hotel ever gewoon. Het is een heel luxe 5-sterren hotel. Ja. En we hebben een suite. We hebben een zieke uitzicht. Ja, fucking zeeuitzicht. No job, no go. Oké, we flikkeren over dat ding dus. Hier, wacht, het drempel daar. Flikkerde je ook? Ja, ik ook. Waarom lag je mij uit dan? Ja, omdat ik ook flikkerde. Dombo. Dus dat eigenlijk een beetje. Tof hotel. Het hotel is zo luxe. We hadden zelfs een tandenborstel. Oeh, dit. En morgen hebben we onze eigen privé-ober. Oh ja. Je hoeft maar op een belletje te drukken, Jim. Misschien moet je het vertellen wat we gaan doen. We gaan morgen, gaan wij een soort van een hutje huren. In de zee eigenlijk, zeg maar. Zo'n cabine is dat daar toch? Ja. Met zo'n stro en zo, echt heel mooi. Hebben ze dat van je privé strandje? Vind ik leuk. Je privé plekje, weet je wel, of je niet rekening te houden met mensen die naast je zitten. Ja. En daarnaast word je ook nog bediend, dus hoef je op een belletje te rinkelen. En dan komen ze drinken brengen, eten, alles. Dus dat is dope. Super dope. Maar dat is morgen allemaal. Vandaag moeten we het nog allemaal zelf doen. Oh, we gaan even naar de donders toe. Tering, hé. Dit is wel een gekke heuvel, dit man. Daar zitten we dan. Morgen privé open, maar vandaag in de bus. Domme shit. Nee, dit is geen domme, hè? Dit is een bus. Oh, echt? Maar dat is gewoon een stadsbus. Het is dan duurder dan een domme. Nee, goedkoper. Ik heb maar 5 lira betaald, dus wat het is. Normaal is het een 6 lira, een domme. Ja, hier passen er meer mensen in. Ja, hier passen er iets meer mensen in. Maar kijk eens wat het stop nou eens een keer met vloggen. Wanneer je niet weet of je goed uitstapt. Weet je, wij volgen gewoon de mensen, want we weten nog god niet waar we moeten zijn. Maar ik heb het gevoel dat we wel een beetje goed zitten. Want, maar hey, trouwens. Hoe weten wij nou hoe wij terug moeten naar het hotel? Ja, gewoon weer de bus pakken. Maar waar is die bus toch? Er is geen bus toch? Dat weet ik veel.
Nou jongens, het avontuur gaat beginnen, want we weten maar god niet waar we zijn. Wat? Ik moest jou toch filmen? Dan moet je het niet zeggen! Je moet doen alsof het... Zeg maar, dat je mij gewoon filmt. Je hebt alles verpest nu, hè? Ik ga jou snappen terwijl jij mij filmt. Zo! Ben je bij aan het vloggen? Ja. Chilling in memories. Lekker man. Hey jongens. Wat? Jongens, hoe vaak heb ik een Chinees staart? Nou jongens, ik ben zo dik. Ik wil niet wegen. Ik wil niet wegen. Ik wil niet wegen. Jok, Jok, Salen, Salen. Don't go. Ben je spannend, broer? In ieder geval. Hoe vaak noem ik Nessie mijn Chinees? Kom jij weer worden? Wat vroeg die? Wat vroeg die Turk aan jou? Hij zegt, Mister, are you from China? Teringle, hè? Ik zeg, China me. Heb je mijn Turkus, ja? China. China me. Hij is wel gek geworden, man. Are you from China? Ja, in ieder geval, hoe leuk en gezellig het hier ook is. Mijn vrouw, die wilt naar echte winkels. Die zoekt een H&M en een Zara. Even serieus. Maar die kan je hier niet vinden. Ja, je hebt alleen maar van die merkwinkels. Ja. Fucking boring. Dus wij gaan op zoek naar normale winkels. Iedereen loopt naar de boulevard en de gezelligheid, maar wij lopen de andere kant op naar die andere winkels. Alleen wij. En jij. Scherp. Proost. Jongens, dit is het lekkerste wat bestaat van drinken in Turkije. Oerodak, frotte totte. Weet je wat zo'n fijn gevoel is, zeg maar, wanneer je op vakantie bent? Is dat wanneer iemand recht in je ogen kijkt, van iemand jong, zeg maar, dat je niet in de hoofd zit van, oh shit, hij herkent mij. Want niemand kent mij, Yuji. Alleen hier ben ik niet bekend. Fucking dope is dat. Of gewoon te lopen zonder dat jongeren gewoon naar je toe komen, shit. Dus Miriam, die was net heel hard, dus geld aan het roepen. Dus ze schreeuwt opeens heel hard, ziek de lem. Gewoon fucking hard. Mij is altijd verteld gewoon hou je mond is. Ook al is dat jou verteld, waarom schreeuw je dat? Maar als het hou je mond is, dan is het toch gewoon een normale woord? Maar het is niet hou je mond. Wat is het dan? Mensen! Oh ja, dit is geen Nederland, dat was vergeten. Hier bestaan geen zebrapaden. Waar is het dan? Ik was niet overreden, kijk, stoppen dat ook niet. Het is een zebrapad, maar niemand stopt je. What the fuck? Ik kijk echt zo van, waarom stop jij niet? Where to go? En hij keek ook naar ons, van waarom loop je door? Ja, maar die Russen snappen het toch niet. In ieder geval... Het is een scheldwoord en ik wil het nooit meer uit je mond horen, begrepen? Anders krijg je sambal in je mond. Je weet toch, die buschauffeur geeft gewoon geen fok om ons leven, man. Holla, hij rijdt gewoon met deur open aan, Mattie. Dan ben je helemaal gek geworden, man. Hier, ik kan zo mijn voet eruit gooien. Ah, jongens, blijf... Hey, ik wou net beginnen filmen. Miriam zegt opeens, hier hebben ze geen Starbucks café, maar Robert's café. Kijk daar. Waar is die daar? Robert's café. Wij zijn dus op zoek naar normale winkels. Om eerlijk te zijn ben ik ook echt al die nepmerken beu in Turkije, man. Ik ben echt helemaal klaar mee. Abi, want to buy Gucci, Louis Vuitton. Don't nou eens op, man. Als ik Louis wil kopen, dan ga ik godverdomme naar de Louis store. En aangezien ik daar nog geen geld voor heb, doe ik het ook niet. Wanneer je op vakantie bent aan het chillen, maar iemand wilt shoppen. Ik ga geen namen noemen. Dit is groot. Doe me niet. Oh. Dit is groot, ja. Is het te groot? Dat is mooi toch? Ben je nou aan het flikkeren? Wat een mongol. I love you. Nou, die wijven gingen allemaal snel weg. En ik moet hier niet. Jij gaat naar Funny Day. alle vrouwen gaan shoppen, maar jij gaat naar Funny Day. Meer. Kom. Ik ga hier even. Meer. Normaal. Ik wil hier niet heen. Nes, ik wil wanneer je vrouw mee moet naar Funny Day. Nes. Amshi, mooie loopshotje naar binnen. Mooie loopshotje.
Hello! Funny day! Are you in funny day? Ik heb Mirjam een tijdje geleden al leren boksen. We hebben het drie keer, ja? Ja. Moet hier op drukken. Woe! Rustig doen. Doe. Hoe leer ik jou slaan altijd? Ja, ik nee, maar zeg maar gewoon goed. Goed. Oh shit. Ja? Hoe leer ik jou altijd boksen? Rustig. Ja, wat is jouw goede hand? Rechts. Wat wil je hoeken of wil je. Hoeken. Hoeken? Als je wil hoeken moet je zo staan. Kijk eens. Moet je zo staan? Hoeken. Wow! Oh, nee. Ik ben echt niet goed. 300! Fuck ja. Yeah. Ik had echt niet verwacht. Ik ben trots op jou, wallah. Goeie vuist maken en slaan. Helle! Ah, oh, mijn pols doet pijn. Oh. Oh ja, dat is echt zo pijn. Dat is rustig. 760 is hij. Deze apparaat is kapot. Ik koop een snor. Een snor, zei ik. Ga ik kopen? Een snorkel. Ja, is het wel zeg maar, groot genoeg? En we hebben snoep gehaald. Of ze wilden heel graag klanten naar binnen werven of... En besef dat ze dit moeten doen van hun baas, hè? Gewoon dansen en shit. We waren net even bij zo'n plekje om zo'n tour te fixen. We gaan nog even over nadenken, maar die man zegt zo... Ik zeg tegen hem, geef me je nummer, ik ga je dan bellen als we die tour willen boeken. Hij zegt, goed, hij zegt, bel dit nummer. Hij zegt, mijn naam is Alberto Stegeman. Gewoon een Turk. Dat is gewoon zijn Nederlandse naam. Alberto Stegeman. We zitten weer in de bus, jongens. Richting huis. Ik wil met de quad naar huis gaan, maar ik mocht niet van meer in. We gaan morgen. Morgen. Want de hele dag is het morgen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben een man met geduld, ik heb mijn snorkel, ik ben blij. Ik kijk, hier heb je helemaal rent. Ja. Rent aan motor. Veel dichterbij. Oké, we gaan morgen motor renten. En een jetski. Ja, kwad, motor, allemaal hetzelfde. Home sweet home, jongens. We zijn er weer. Bitch. Wij, vanaf het moment dat wij het hotel gingen, zijn die de Orca Lotus. Bitch. We in this bitch. Lekker, man. We zijn er weer. En gelukkig moeten we dit keer bergafwaarts en niet bergopwaarts. Stel je voor als je de elektriciteitsrekening niet hebt betaald. De wat? De elektriciteitsrekening. Nou, dan is het hier even donker hoor, jongens. Ik ga helemaal stukken, jongens. Volgens mij, heb je een app binnengekregen? Ja. Oh mijn god. Dus Mirjam krijgt af en toe kleding eens opgestuurd, weet je toch? En ze heeft zeg maar een topje gekregen die ze vandaag aan had, het paars topje. En ze krijgt vandaag een appje binnen van die eigenaar. Met het feit dat ze het topje de hele tijd verkeerd aan heeft. Ze heeft hem andersom aan. Leg eens uit. Nou, ik denk ook al, hij zit niet goed of zo, man.
Dus ik heb het zo gevraagd. Dus dit is de achterkant. Maar hij hoort andersom, want eigenlijk is dit chokertop. Ik dacht ook, waarom is het zo raar? En zei hij, nou, ik sta echt voor Paul. Ze heeft al mijn foto's gemaakt en op Instagram gezet. Ik ga stuk. Maar het is wel leuk zo. Nee. Nee. Schaam jij een beetje. Ga maar verstoppen, snel. Ga verstoppen. Ga verstoppen. Verstop je dat niemand je ziet meer. Ga verstoppen. Wat is dat voor schut? Het was fucking leuk vandaag. Toffe dag gehad in Marmaris. Hotel was super chill. Eten was ongelooflijk lekker. Ik ga de vlogje gelijk afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Binnenkort komen er nog meer vakantievlogs online. Stay fucking tuned. I love you all. En ik zie je weer de volgende keer, man. Peace.